Dag Chris, een van de fenomenen waar de hele economie op dit moment mee te maken heeft, dat zijn enerzijds stijgende energieprijzen, anderzijds duurder grondstoffen. Dat vertaalt zich in oplopende inflatie, met hoge inflatiecijfers voor het eerst sinds 2008. En bij ons gaat dat zelfs leiden tot een automatische loonindexering volgend jaar. De vraag is dan natuurlijk, wanneer gaat de consument daar iets van merken in de supermarkt? Chris Kippers, co-head equity research bij De Groof Peterkam. Zien jullie al iets gebeuren bij de food retailers? Ja, als we vandaag kijken natuurlijk naar de inputkosten, dan zien we toch wel duidelijk dat ja, iedereen merkt het. Verpakkingen zijn duurder, grondstoffen zijn duurder, ook transport hebben we de issues allemaal gezien op het nieuws en noem maar op. Maar als we dan eigenlijk gaan kijken in de praktijk, wat zien we? Is dat eigenlijk vrij weinig van die prijsinflatie aan de kostenkant, dat die eigenlijk vandaag is doorgerekend. Dus eigenlijk aan de consumentenkant zien we vandaag in de lokale markt, Nederland, België, zien we daar eigenlijk bijna geen impact van. We zien nog niet veel gebeuren bij ons, maar het is een internationaal fenomeen. Verschilt die situatie in het buitenland als je dat vergelijkt met hier? Als we kijken naar de markt op zich, dan moet je eigenlijk de regio's gaan bekijken en zelfs de marktaandelen lokaal, hoe dat zij erop inspelen. De vraag is inderdaad, hoe sterk is een retailer ergens gepositioneerd en kan hij zijn prijzen sneller gaan verhogen omdat hij weet dat hij toch een bepaald marktaandeel heeft om zijn marges te gaan vrijwaren. Als we dan gaan kijken, regionaal bijvoorbeeld, dan zien we dat in de Verenigde Staten zijn er inderdaad echt wel clusters waar het makkelijker is om prijzen te gaan verhogen omdat ze inderdaad regionaal sterke marktaandelen hebben. Vroeger hadden we het ook in de UK, hadden we het ook in Frankrijk, maar ondertussen is gebleken dat marktleider niet altijd hetzelfde is als prijsleider. Eigenlijk ook een beetje wat we in België zien met een Colruyt, die ook natuurlijk een prijsvolger is en dus daarom niet als eerste zijn prijzen gaat verhogen. Kijken we naar onze noorderburen, Nederland, dan zien we wel dat Albert Heijn is zowel marktleider als prijsleider. Als zij de prijs gaan verhogen, gaat de rest ook volgen, want zij domineren echt wel de markt. Dat fenomeen dat gaat niet van nacht op dag veranderen. We denken dat het volgend jaar zal doorgaan, zeker in ons land, als je dan rekening houdt met automatische loonindexatie en dus duurdere kosten nog voor bedrijven. Wat zal de impact zijn voor de food retailers bij ons? Ja, als we kijken tot nu toe, inderdaad zagen we bepaalde kosten natuurlijk stijgen. Volgend jaar komt er, zoals je zegt, die looninflatie bij. In België is dat inderdaad automatisch geïndexeerd. Ja, het is logisch dat we eigenlijk dan toch wel een prijsstijging moeten gaan zien. Als we vandaag kijken naar de producentenprijsindex, zitten we aan gemakkelijk 7-8%. Retailinflatie zit er maar aan 0-1%. Ja, ergens moet dat gat natuurlijk gevuld worden en dat gaan we volgend jaar wel zien. Dus iedereen verwacht wel dat die prijzen moeten gaan stijgen, wat in theorie de onderhandeling zou moeten gaan vergemakkelijken tussen producent en retailer. Ja, stijgende prijzen, dat loopt wel niet van een leien dakje. Dat hebben we onlangs nog gezien bij Colruyt. Effectief, dus natuurlijk zijn er zware onderhandelingen tussen de producenten die sterk staan, maar ook de kleinere producenten en de retailers. En inderdaad, soms kan dat leiden tot bepaalde schappen die leeg zijn. Natuurlijk wordt zelden een heel merk geschrapt, maar wat we wel zien inderdaad, bijvoorbeeld bij Nutella van de Ferrero Groep, zagen we dat inderdaad de grootste maten eruit waren bij Colruyt. We hebben ook discussies gezien met Mondelez, Milka was eruit gegooid bijvoorbeeld. Dat zijn zaken waarvan we zien van ja, hier zijn echt wel prijsdiscussies. Aan de gang en de retailer wil natuurlijk op zijn strepen staan. Laten we dan ook eens naar de beurs kijken, Chris. Wat betekent dit nu voor jullie vertrouwen? Hoe kijken jullie naar die food retailers op de beurs? Ja, tot voor kort hadden we eigenlijk een positieve aanbeveling voor Ahold Delhaize, de marktleider regionaal, zowel hier als in de Amerikaanse Oostkust, met een zeer sterke executie. Maar door de sterke stijging hebben we het ook onlangs naar een halt gebracht. Als we kijken naar Colruyt, zijn we al sinds december vorig jaar naar neutraal gegaan, omdat we ook zagen dat ja, enerzijds hadden zij die margedruk. Anderzijds natuurlijk ook blijft Colruyt zeer zwaar investeren in zijn capaciteit en in andere activiteiten. Vandaar dat we daar eigenlijk naar ook een neutrale rating zijn gegaan. Als we kijken naar onze noorderburen, hebben we ook Sligro, wat ook wel een speler is in de foodservice. En daar hebben we zelfs een aanbeveling om af te bouwen, een reduce eigenlijk zelfs. Omdat zij toch wel zwaar getroffen worden door de huidige situatie. Chris Kippers, bedankt voor de toelichting. Tot de volgende keer. Graag gedaan.